welkom bij de workshop coaching van Zakenco. Mijn naam is Alice Boot. Ik ben procescoördinator van het ROC Mondriaan, dus ik ben geen ambtenaar. Ik ben vandaag gevraagd om iets te komen vertellen over het project Zakenco. En dat doe ik niet alleen. Ik doe dat samen met Ronald van Lieshout, die jullie denk ik wel kent, want ook een van de organisatoren van deze dag. En met Jimmy Buin, die gaat zichzelf verder zelf voorstellen. En ik wil ook nog even voorstellen mijn collega Fatima Mufti. En samen met Fatima run ik het project Zakenco in Den Haag. Voordat ik jullie wat meer vertel over de inhoud van het project, zal ik eerst even een kader schetsen. ROC Mondriaan is een heel groot ROC in Den Haag. En wij bedienen ruim 20.000 studenten. En dat zijn studenten die veelal het MBO bezoeken. Dus we leiden op binnen de beroepsopleidingen. Zakenco is ongeveer 13 jaar geleden opgericht als tool ook om studenten zeg maar toe te leiden naar een diploma. Want we maken natuurlijk heel veel mee dat studenten vroegtijdig de school verlaten zonder diploma en dan op de arbeidsmarkt terechtkomen, maar niet gekwalificeerd zijn. Dat doe ik niet alleen. Deze mooie toeleiding van studenten naar de arbeidsmarkt, wij doen dat met vrijwilligers. En de vrijwilligers, daar komt die, dat zijn voornamelijk ambtenaren. Wij werven namelijk vrijwilligers om onze studenten te begeleiden binnen hun competenties. Dus waar ben je goed in, wat kan je verbeteren. Maar ook het kijkje op de werkvloer. Dan zou je denken, ja, ik ben ambtenaar, ik zit in een hoge toren. En wat is daar nou leuk aan voor een student om te zien? Maar er is heel veel leuk aan voor een student. Want het feit alleen al dat je een kijkje mag nemen in de keuken, dat geeft voor heel veel studenten de inspiratie van, nou, daarvoor doe ik het. Daar gaan Ronald en Jimmy zo veel meer over vertellen. Ik ga jullie even meenemen in de geschiedenis van Zakenco. En we zijn natuurlijk behoorlijk uniek, want binnen Nederland kennen we eigenlijk niet zo'n soort project als dit. Omdat wij heel nauw samenwerken met de gemeentes en met de ministeries. In 2005 zijn we ontstaan, eigenlijk uit een taskforce jeugdwerkeloosheid die door de Hans de Roer is opgezet. En ROC Mondriaan is toen gevraagd van, kunnen jullie nou eens kijken waar nou de meeste behoefte aan is om die student op school te houden. En wij willen graag als gemeente, maar ook als bedrijfsleven, vrijwilligers leveren die door middel van coaching, zeg maar, die student op weg helpen. Nou, zo is het ontstaan, 2005. Initiatief is van Business in the Community Haaglanden, BIC Haaglanden. Jaarlijks worden wij door de gemeente Den Haag beoordeeld. Van halen wij onze doelstellingen, doen wij wat we hebben afgesproken. Dus brengen wij de studenten echt in contact met een coach en gaan zij echt daadwerkelijk aan de slag. En wij werven dus op bijvoorbeeld de Rijksportal van de overheid. Misschien heeft een van jullie het wel eens langs zien komen, onze advertentie. Ja, als je rond Den Haag werkzaam bent, dan denk je, ben je wat meer getriggerd. Als je verder in het land zit, dan wordt het wat lastiger. Maar we hebben dus zo'n bestand van ruim 300 mensen nu die als vrijwilliger bij ons zijn aangesloten, waarvan ruim 80% ambtenaren. Laten zien, wat is netwerken, hoe doe je dat? Een visitekaartje van iemand vragen, heel interessant. Ook studenten ontmoeten elkaar daar dan van, hè, dat is minder spannend. We geven workshops, we trainen je niet hoe word ik coach, want ja, dat is gewoon een gevoel. We hoeven ook geen volleerde coaches te hebben, maar we laten je meer zien van welke vragen stel je nou. Het stellen van open vragen, het levelen naar waar zit de student in zijn emotie, in zijn gevoel, in zijn belevingswereld. Dat bespreken we op zo'n workshop. En één keer in de 2 à 3 maanden sturen we een nieuwsbrief. Nou, die ligt bij jullie voor. Die is gisteren uitgekomen. Daar kondigen we altijd dingen aan als er komen weer matchrondes aan. Ze zijn weer studenten die beschikbaar zijn. En we gaan je weer inzetten als vrijwilliger. En we kondigen daar ook andere dingen aan. Dus zo hebben we eigenlijk de organisatie opgezet. En zo doen we het al ruim met z'n drieën. Het is ook een workshop, dus je moet ook mee. Ja. Ik ben Ronald van Lieshout. Mocht je horen, ik kom uit Eindhoven. Eindhoven, ja. En Alice gaf al aan, het kan een belemmering zijn om coach voor het ROC Mondriaan te zijn als je de afstand ziet tussen Eindhoven en Den Haag. Ja, want ik woon in Eindhoven, ik werk wel in Den Haag. Hoe kan ik dat combineren? Nou, ik zag op een gegeven moment
al eerder genoemd het Rijksportaal, een intern nieuwsportaal bij het Rijk. Daar zag ik een oproep voor een coach. En ik las dat eerste bericht en ik dacht, waarom zal ik dat... Laat ik het gewoon eens even proberen. En daar stond een omschrijving bij van wat verwachten we van een coach en wat is het profiel van een coach. Ik nam dat door en ik dacht van nou, misschien kan ik dat combineren tussen mijn... ik heb een baan waarin ik werk, zowel in Eindhoven destijds en inmiddels in Tilburg als in Den Haag. Ik werk bij het rechtsvastgoedbedrijf, agentschap onder Binnenlandse Zaken. En ik heb me gewoon aangemeld en ik ben er heel open ingegaan om te gaan kijken, want ik had totaal geen ervaring om iemand te begeleiden of iemand te coachen. En dacht van laat ik gewoon eens kijken als ik een leerling voor me heb zitten waar ik daar eventueel mee kan gaan doen. Wat zit daar? Jimmy was mijn eerste leerling die ik heb begeleid. En toen kwam bij mij al heel snel een plaatje van ja, ik weet van mezelf dat ik destijds geen voorbeeldleerling was in de gezin van een bepaalde drive en bepaalde visie van ja, wat wil ik later allemaal. Ik dacht, ik ga gewoon het mbo volgen en ik ga daarna werken. Ik weet niet of je iemand van Defensie in deze kamer zit. Ja. Ik kreeg de brief van de dienstplicht binnen en toen dacht ik, ja, is dat nou, ga ik die kant op of wil ik iets anders? Ik ben in gesprek gegaan met mijn decaan en ik ben toen gaan, misschien wil ik toch gaan studeren. Nou, de eerste opmerking die werd gemaakt met mijn decaan, want ik ken jou. Jij gaat echt niet studeren en jij gaat waarschijnlijk gewoon naar die keuring. Ik ben toen gaan, en zozeer maar de eerste aanleiding om daar serieus over te gaan nadenken, was gewoon een brief om te laten keuren voor de dienstplicht. En als ik dat allemaal bij elkaar veeg en ik ging beginnen met een leerling in gesprek, dacht ik, ja, wellicht lopen leerlingen in deze tijd met andere vraagstukken, maar die ook tegen dat soort kwesties aanlopen, waar ik zelf ook over heb moeten nadenken, inmiddels 20 jaar geleden. En Jimmy werd aan mij gekoppeld door zaken gekomen, zijn dus gaan praten. En ik zag eigenlijk al redelijk snel dat het aan inhoud niks bijgeschaafd hoeft te worden. Hè? Je hebt een bepaald beeld van iemand in de eerste paar minuten. Maar ik zag wel dat er iets gewerkt kon worden aan houding. En toen hebben we eerder afgesproken, bij het om eens dat ik daar eens op ga letten. In plaats van, ik ga je iets vertellen over de rijksbegroting of ga je iets vertellen over een rijksvastgoedstrategie die we hebben. Dan ga ik me niet meer lastigvallen, ik ga gewoon eens jou eens observeren en kijken waar je tegenaan loopt. Of waar je zelf vindt dat je tegenaan loopt. En als ik je zie, dan maak ik het kenbaar. En dan zijn we stap voor stap zijn we daar eens op gaan letten. En toen merkte ik ook bij mezelf dat ik dat ontzettend leuk vond om te doen. En dan ga je nadenken van, ja wacht maar. Als het dan voornamelijk om houding en gedrag gaat, ja, waar kan ik dat triggeren? Dan gaat een leerling uit zijn eigen context, uit zijn eigen omgeving en plaatst hem in een andere omgeving. In mijn geval de Rijksoverheid. En wat ik heb gedaan is, ik heb meegenomen naar netwerkborrels, net het bijeenkomsten. Op het moment dat ik bij mijn directie een dag had waar een externe bij mocht zijn, heb ik hem meegenomen. Ik heb gezegd, ik neem je mee, ik stel je voor en daarna ga ik aan de wandel en dan loop je maar door die groep. En dan word je een beetje gedwongen om te gaan nadenken van, ik moet... op een bepaalde manier begroeten, ik moet een hand geven. Dat zijn misschien dingen die je op school niet als eerste krijgt bijgeleerd. En dat leer je toch wel in de praktijk. Aan onze kant, ik vind heel veel dingen, ja, zeg maar in het werkveld waar ik zit, heel veel dingen normaal. Hoe je iemand zeg maar, benadert, hoe je met elkaar praat. Op het moment dat ik dan op de school kom, dus ik heb een afspraak op het ROC. En ik zit ongeveer 20 minuten voor een afspraak in een, ik noem het steeds aula, ik noem dat tegenwoordig kantine. Ja. Als ik dan dingen om me hoor, dan vraag ik me zo van, ja, wat betekent dat? Waar hebben ze het eigenlijk voor? En voor mij is dat ook heel interessant om gewoon eens in die wereld te zijn. Ja. En ook nog 70% Turkse en Marokkaanse jongeren, hè, die we op het RMC mooi aan hebben. Dus ook qua cultuur is er heel veel te leren nog. Hè? Ik weet niet, wat voor heb je altijd, volgens mij kun je ook een... Dus ik vraag het altijd, maar ik ga me dat even visueel, hoe probeer je dat? Het is, je gaat ergens naar buiten en je staat ergens binnen. Maar wat probeer je dan? Ja, maar dan. Ja. Ik moet mijn haren nog goed doen. En ja, dan was mijn haar. Mijn haardroger was stuk. Die heb ik echt letterlijk ook. Ja, ik heb dat niet. Maar, ik moet me scheren, maar voor de rest. Nee, dat doe ik dan de dag ervoor. Maar dat is heel leuk om daar eens met leerlingen of waar loop je nou tegenaan dagelijks. Ja. Dat van, ja, gewoon dat ik op tijd moet komen. Hè? En als ik niet op tijd kom, dan
mag ik een lokaal niet in en dan heb ik bepaalde strafpunten of ik... Nou, dan word je absent. Ja, hè, dan ja. Ik zeg, oh ja, dus dan was ook leuk, zit ik in de kantine en dan zijn ze lijstjes aan het vergelijken. Hoeveel ben jij te laat gekomen? Ik zit op zoveel score en ik zit op zoveel. En dan zit ik dan tussen en ik zit aan de boterham te eten en denk, oh ja, daar zijn ze nou mee bezig. Dat is, voor mij is het wel heel veel van belang dat iemand op tijd komt inderdaad en ik kan heel veel in de inhoud zitten. Maar voor die levensstrategie zijn er ook heel veel andere dingen van belang. Hoe zie ik eruit? En welke mobiel heb ik? En, dat is leuk om mee bezig te zijn als je in zo'n coachingstraject zit. Ik zit er heel erg van, ja, maar tijd en hoe je je presenteert en dat. En, maar als je dan de vraag krijgt van, ik heb bij mijn derde leerling een keer de vraag gekregen, ja, ik kom de volgende keer op bezoek, wat moet ik aan? Zeg, ja, je denkt er nou wel over na. Dus die kwam met derde. Ja, die vraag die heb ik volgens mij nu van de leerling gekregen bij, ik zie een verschil tussen de eerste afspraak om in mijn dat zie je met Jimmy ook. Ja. Nee, jij had dat niet, deze presentatie die je nu geeft, hè, als ik jou dat had gevraagd aan het begin van je coachtraject. Nee. Je had gewoon nee gezegd. Dat is ook mijn andere leerling. Nee, dat ook niet, maar... Heb je ook verteld wat voor studie je nu doet? Heb je nu ook verteld wat voor studie je doet? Ja, ik doe nu de docentenopleiding economie. Met waarschijnlijk het richting algemene economie. Ik zit wel maar over na te denken om eerst door te studeren in de algemene economie. Dat zou betekenen dat ik naar de universiteit zou gaan, in algemene economie verder zou gaan. Alleen wat mij enorm trekt is midden in de stad lesgeven aan de multiculturele jongeren van Rotterdam of van Den Haag. En ik weet dat als ik dat niet direct ga doen, dat als ik eerst op de unie zou gaan doen, ja, dan ben ik weer 5 jaar verder voordat ik een keer klaar ben. En tegen die tijd zeggen mijn vriendinnen waarschijnlijk ook wel van, moeten we niet eens gaan kijken voor een huis? En ik weet dat ik het dan niet meer ga doen. Ja. Dus dat is nog wel even een twijfel. Maar ik ga in ieder geval uiteindelijk voor de klas staan. En toen ik binnenkwam bij Zakenco, ja, vond ik het niet eens leuk om voor een groep te staan. Behalve als je nou business coach wil worden als vrijwilliger vanuit de overheid, de gemeente, maar ook vanuit het werkveld. Dus we hebben bijvoorbeeld ook vanuit KPN, Rabobank, Nationaal Nederland, hebben ook coaches. Dan zijn dit eigenlijk onze criteria van wat vragen we van je om dit te doen. Nou, eigenlijk het hebben van tijd is het belangrijkste. Want die student wil overdag met je afspreken. Dus ja, 1 keer in de 2 weken moet je wel ergens een uurtje in de middag kunnen vrijmaken om te kijken, hey, ik ga een student ontvangen, dus ik vraag of hij of zij naar mij toe komt. Of we spreken ergens af op school of in de stad om te gaan praten over wat de student belangrijk vindt. Dus dat is altijd iets wat wij meegeven. Als je er geen tijd voor hebt, begin er niet aan, word geen business coach. Maar ook bijvoorbeeld dat je bereid bent om je ervaringen te delen. Misschien heb jij ook een studiecarrière die niet altijd een stijgende lijn was, maar ook over een aantal hobbels ging. Van keuzes die je moest maken waar je achteraf van dacht, dat had ik nog beter anders willen of kunnen doen. En had ik maar eerder geweten dat. Nou, dat soort ervaringen, als je dat wil en durft te delen met de student, dan ontstaat er een mooie samenwerking. Dan ontstaat er een chemie waarin je samen kan kijken van, nou, welke keuzes moet jij nu maken en hoe nu verder. Dus dat zijn hele mooie dingen.